in Oudenaarde. Om dan rond 17:45 17:45 het tweede deel op jullie los te laten van de Covenant Magnet. Ik heb me laten vertellen dat het geen gewone zijn, dus ik ben benieuwd. Maar goed, daar straks zei ik al, morgen de 100ste editie. Het wordt een jubileumeditie van de Ronde van Vlaanderen met heel wat randactiviteiten op en rond het parcours, rond de aankomst hier op de markt. In elkaar gebokst door de dienst toerisme van het stad Oudenaar op leiding van Eva Roos. Ik overloop het graag een beetje. Rond 10:15, 9:15 hebben we de start van de Fun Ride. Dat zijn mannen met 100 zijn ze die de laatste 100 kilometer van het integrale parcours zullen afleggen. Samen met Johan Musier, ook meervoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Dan hebben we de startceremonie van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen hier op de markt. Om dan 40 minuten later om 11 uur de start van de Ronde voor vrouwen te mogen meemaken. Om 12 uur start de live uitzending van Sportzaal met grote schermen aan de aankomstzones en aan de herbergende afspanning, de cafés hier op en rond de markt. De sponsoren die ook al in de hoek paraat staat. Met Karel van Inkerke en heel wat gasten. Dus om 12 uur start dus de live uitzending. Om 12:30, half uur later, hebben we de eerste passage van de Ronde van Vlaanderen voor mannen hier op de markt. En om 3:15 is de aankomst van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen in de Kinderbroedersstraat.